Van origine ben ik bodemkundige. Ik heb in Wageningen gestudeerd, dus ik ben heel erg geïnteresseerd in bodems en landschap en historie van landschappen. En Noord-Holland is natuurlijk door zijn vorm ook een bijzondere provincie. Het is eigenlijk een provincie tussen, we wonen tussen duinen en dijken, tussen een zee en een voormalige zee in. Dus er valt hier gewoon wat, een heleboel moois te zien, maar ook een heleboel moois te beschermen. Nou, mijn zorg is dat Noord-Holland te druk en te rommelig wordt. We hebben twee grote belangrijke werkgevers, bijvoorbeeld Schiphol en Tata Steel. In beide gevallen is sprake van overlast door een druk op alsmaar meer vliegbewegingen van Schiphol, de druk van de milieuproblemen van Tata Steel. En het provinciebestuur heeft ook eindeloos geïnvesteerd in asfalt, in het faciliteren van wegverkeer, heeft het openbaar vervoer, met name buslijnen, verwaarloosd en afgeschaft. En die balans moet terug. En dat is wat de SP wil in deze provincie.